1 op de 3 volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Voor deze groep mensen is het vinden, het begrijpen en het toepassen van informatie over gezondheid moeilijk. En dat heeft gevolgen voor hun gezondheid. Wat kunnen artsen en verpleegkundigen anders doen in de spreekkamer om deze groep beter te helpen? En hoe maken we die ingewikkelde zorg weer makkelijker? Zeker in deze laatste fase van het leven. De onderzoekers van het project Goed Begrepen vertellen je in deze film over de resultaten van hun onderzoek. De aanleiding van het onderzoek was dat we wilden gaan kijken wat er in de spreekkamer gebeurt bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, omdat zij moeite hebben met de informatie van de arts. Dat ze vaak bijvoorbeeld de informatie in een bijsluiter niet begrijpen, of dat ze bewegwijzer in een ziekenhuis moeilijk kunnen volgen. Dus ze lopen nogal tegen die informatie aan. Patiënten die bovendien in de palliatieve fase van hun ziekte zitten, waarin er dus geen herstel meer mogelijk is, die kampen bovendien met zware emoties, onzekerheden, en dat staat het opnemen van nieuwe informatie ook weer in de weg. Bovendien is het zo dat in onderzoek vaak patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden worden uitgesloten om mee te doen aan het onderzoek. Dus we weten eigenlijk niet zozeer wat er in hen omgaat, welke behoeften ze hebben aan informatie. En daarom willen we eigenlijk hen zelf een stem geven in het onderzoek. Het doel van het project Goed Begrepen is dat we de ervaringen en de behoeften van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in kaart wilden brengen. We wilden weten waar zij tegenaan lopen en welke informatie ondersteuning zij konden krijgen. Daarnaast wilden we weten of zorgverleners bepaalde technieken al in hun communicatie gebruikten om makkelijker contact te maken met deze patiënten. En al deze informatie samen wilden we gebruiken voor het ontwikkelen van een training voor zorgverleners om patiënten beter te begeleiden. Aan dit onderzoek hebben op de eerste plaats patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte meegewerkt, wat we enorm hebben gewaardeerd. Daarnaast hebben we artsen, verpleegkundigen, verpleegkundige specialisten en palliatieve teams uit 4 ziekenhuizen van de afdelingen oncologie, longziekte en radiotherapie aan het onderzoek meegewerkt. Het onderzoek is op een hele speciale manier uitgevoerd, want omdat patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden vaak niet aan onderzoek deelnemen, wilden we zorgen dat zij informatie over het onderzoek kregen dat zij ook goed zouden begrijpen. Daarom hebben we voor hen speciaal op een eenvoudige manier een patiënteninformatiebrief opgesteld en ook een toestemmingsverklaring. En die manier van opstellen van die teksten hebben we ook gepubliceerd, zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken. We hebben zorgverleners geïnterviewd over de manier waarop zij zelf praten met ernstig zieke patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en wat zij daarin moeilijk vinden. Nou, die videoopnames die hebben we als onderzoekers heel goed bekeken en geanalyseerd. En die hebben we ook nabesproken met zorgverleners en patiënten. Zo konden we achterhalen precies waar zij tegenaan lopen in de gesprekken en dat wij dat niet voor hen invulden, maar we haalden het op van de mensen zelf. Ook hebben we in de literatuur gekeken wat er bekend was over effectieve manieren van communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. En al die informatie samen hebben we toegevoegd aan het ontwikkelen van een e-learning en een teamtraining voor zorgverleners en hebben we gevraagd hen die te evalueren in de praktijk. Patiënten die praten met zorgverleners, die willen eigenlijk 2 dingen. Ten eerste willen ze informatie, dus weten wat er aan de hand is en wat er gaat gebeuren. En ten tweede willen ze empathie. Ze willen gewoon een aardige zorgverlener die interesse heeft in hen als persoon achter de ziekte. En we hebben daarom onderzocht of, maar ook hoe zorgverleners praten met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden die ernstig ziek zijn. En dat is ontzettend belangrijk, want met die kennis kunnen we ervoor zorgen dat de communicatie met en ook de emotionele steun voor patiënten verder wordt verbeterd. Er kwamen 3 dingen uit ons onderzoek naar begrijpelijke communicatie. Ten eerste, zorgverleners zijn veel aan het woord. Ze zijn breedsprakig en geven ook te veel informatie. Daarbij maken ze vaak gebruik van moeilijke woorden en jargon, waardoor de boodschap voor veel patiënten niet te begrijpen is.
Dus de communicatie is eigenlijk nog onvoldoende afgestemd op patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast checken zorgverleners nog niet regelmatig of hun uitleg begrijpelijk is voor de patiënt. Het is natuurlijk belangrijk voor alle patiënten dat zij de uitleg van de zorgverleners goed begrijpen, maar helemaal voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Zij schamen zich vaker, durven niet te zeggen dat ze iets niet begrijpen en stellen ook minder vragen. Tot slot, zorgverleners en patiënten beslissen nog te weinig samen over ziekte en behandeling van de patiënt. En die beslissingen kunnen ook gaan over niet behandelen en kwaliteit van leven. Gelukkig vragen veel zorgverleners al wel naar wat de patiënt zelf belangrijk vindt. Bijvoorbeeld door te zeggen, het is uw lichaam, dus denkt u goed na over wat u wel en wat u niet wil. Dit is een belangrijke stap in het proces van samen beslissen. We vonden eigenlijk drie belangrijke dingen. Het eerste wat we vonden was dat zorgverleners vooral informatie geven, maar minder empathie. En dat terwijl patiënten natuurlijk het alle twee heel erg belangrijk vinden. Het tweede wat we vonden was dat wanneer zorgverleners wel empathie tonen, ze dat vooral doen door het uiten van steun. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze er voor een patiënt zijn of dat er goed voor een patiënt gezorgd gaat worden. Ik herinner me een arts die bijvoorbeeld zei, we zorgen er niet alleen maar voor dat u zo lang mogelijk leeft, maar juist dat u ook zo goed mogelijk leeft. En als laatste, de vorm van empathie die zorgverleners het minste uiten, was het tonen van waardering. En dat is eigenlijk gewoon een beetje een schouderklopje geven. Zorgverleners zeiden bijvoorbeeld niet vaak, ik vind dat u dit heel erg goed doet. We hebben gevonden dat in bijna elk consult sprake is van sturende informatie. Zelfs gemiddeld 3 keer per consult. Dat betekent dat in die consulten artsen informatie op een gekleurde manier geven. Dat ze soms refereren naar wat het team belangrijk vindt. Dat is een beetje gezaghebbend overkomen. Maar ook dat ze bepaalde informatie weglaten. Of op een meer negatieve manier juist neerzetten. Zonder daarbij rekening te houden met wat de patiënt wil. Het kan ook zijn dat ze ook aannames doen over de persoonlijkheid van de patiënt. Zo van, ja, dit past beter bij u. En dat is eigenlijk, zijn allemaal verschillende manieren van het informatie op een sturende manier geven, waardoor de patiënt beïnvloed kan worden. Een goed voorbeeld van een moeilijke zin, een moeilijke communicatie, is dat een zorgverlener bijvoorbeeld zei, uw CEA is gestegen van 6,8 naar 8,9 nu en we komen van 2,4. En ook zien we in de scan dat uw kanker groeit. Maar ja, ze leggen daarbij dus helemaal niet uit wat dat eigenlijk inhoudt, dat die CEA aan het stijgen is en wat dat betekent. In eerste instantie over die gesprekken die we, of die interviews die we met zorgverleners hebben gevoerd. Daar hebben we eigenlijk ontdekt dat zorgverleners het heel moeilijk vinden om beperkte gezondheidsvaardigheden te herkennen. Daarnaast kwamen we tot 5 punten die zorgverleners aangaven belangrijk te vinden om gesprekken te kunnen verbeteren. En de eerste van die punten was tijd, dus er moet voldoende tijd zijn. De tweede was de vaardigheden van de zorgverlener zelf, die moeten op orde zijn. De informatie moet ook aangepast worden. De patiënt, de kenmerken van de patiënt zelf, die zijn van belang. En daarin is het natuurlijk dus belangrijk dat die informatie ook gepersonaliseerd wordt eigenlijk naar de patiënt. En de laatste is eigenlijk de complexiteit van de medische informatie of de moeilijkheid van die informatie. We weten dat zorgverleners het moeilijk vinden om het te hebben over de ongeneeslijkheid van de ziekte. En we zagen dan ook in ons onderzoek dat in follow-up gesprekken, dat wil dus zeggen eigenlijk alle gesprekken na een eerste slecht nieuwsgesprek, zorgverleners het weinig hebben over dat de ziekte ongeneeslijk is. Maar als ze dat wel deden, dan had dat helemaal geen effect op hoe patiënten zich na afloop van zo'n gesprek voelen. Het belang van begrijpelijk en empathisch communiceren. Als een arts, een verpleegkundige of een verpleegkundig specialist uitleg geeft en checkt of die uitleg begrijpelijk genoeg is geweest voor de patiënt, is dat heel belangrijk. Ik heb een paar adviezen om begrijpelijker te communiceren en samen te beslissen voor zorgverleners. Als eerste, geef niet te veel informatie, beperk je tot 3 onderwerpen en gebruik simpele woorden en zinnen. Daarnaast is het belangrijk
dat zorgverleners regelmatig checken of wat zij uitleggen begrijpelijk is voor patiënten. Dat noemen we de terugvraagmethode. Bijvoorbeeld door te zeggen, ik heb net wat dingen uitgelegd en ik wil graag weten of ik dat goed heb gedaan. Kunt u mij vertellen wat voor u het belangrijkste is? Tot slot hebben we voor zorgverleners een online scholing gemaakt, een e-learning en een teamtraining. En in die e-learning kunnen ze oefenen met virtuele patiënten en krijgen ze ook meteen feedback daarop. Bijvoorbeeld kunnen ze oefenen met hoe herken ik patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, hoe beslis ik samen met patiënten over een ziekte en behandeling en hoe maak ik gebruik van de terugvraagmethode. Als het gaat over sturende informatie is het heel goed om als arts ervan bewust te zijn dat je dat kunt doen. Maar ook is het voor een patiënt belangrijk om te weten dat het wel voor kan komen, dus dat een patiënt ook herkent dat een informatie sturend kan overkomen. Dus het zou heel goed zijn om daar ook in het onderwijs aan artsen rekening mee te houden. Daarnaast denken we dat het belangrijk is om in richtlijnen duidelijk aan te geven wat essentiële informatie is om te geven aan de patiënt en wat minder essentiële informatie is. En we moeten ook niet vergeten dat sturende informatie niet altijd kwaad kan. Soms hebben patiënten onjuiste opvattingen over een bepaalde behandeling die je dan zou moeten corrigeren. Of soms nemen ze een bepaalde beslissing voor een behandeling, terwijl je weet dat het eigenlijk niet past bij hun persoonlijkheid of hun manier van leven. Dat zijn allemaal aspecten die we naar aanleiding van dit onderzoek graag willen meegeven. Ik denk dat we zorgverleners twee adviezen willen meegeven. Het eerste is, geef niet alleen maar informatie, maar toon ook echt empathie. We weten uit ander onderzoek dat patiënten dat belangrijk vinden, dat het ervoor zorgt dat ze zich beter gaan voelen en ook dat het helemaal niet heel erg veel tijd hoeft te kosten. En het tweede wat we zorgverleners mee willen geven is, maak gebruik van verschillende vormen van empathie. Je kunt bijvoorbeeld begrip tonen voor iemands emoties, dingen zeggen als, begrijp dat hij hier ontzettend van baalt. Je kunt ook waardering uiten als je denkt dat iemand iets gewoon heel goed doet. Dan kan je gewoon zeggen als, jeetje, ik vind wel dat u hier heel goed mee omgaat. En je kan als laatste ook oprecht interesse hebben in hoe het met mensen gaat, hoe ze zich voelen. Iets vragen als, maar hoe voelt u zich nou? En dat zorgt er uiteindelijk voor dat patiënten zich niet alleen maar gehoord, maar ook echt gezien voelen. Zorgverleners die moeten beter weten wat beperkte gezondheidsvaardigheden zijn en hoe ze dit kunnen herkennen. En hetzelfde geldt ook voor de manier waarop zij patiënten betrekken bij het nemen van besluiten. En ik denk dat het goed is als de nadruk daar echt ligt op het geruststellen van de patiënt en het ondersteunen van de patiënt. Palliatieve zorg verleen je als team en het is ook belangrijk dat patiënten ook ondersteuning krijgen vanuit dat team. En denk daarbij aan het palliatieve team wat in het ziekenhuis is, maar ook aan ondersteuning uit de eerste lijn. Daarnaast moeten zorgverleners, als zij een dubbelconsult nodig achten, moeten zij die ook gewoon inplannen. En dit moet gefaciliteerd worden door het ziekenhuis of de zorgverzekeraars. Check geregeld gedurende het ziekteproces wat de patiënt zijn ziekteinzicht is. En wees ook niet te bang om het nog een keer te hebben over die ongeneeslijkheid van de ziekte. Je kan bijvoorbeeld naar onze e-learning kijken. Daarin hebben we een aantal voorbeelden hoe je dit kan vragen en op wat voor momenten in de ziekte. We hebben heel veel onderzocht en er zou nog veel meer onderzocht kunnen worden. Maar voor nu willen we jullie graag oproepen om aan de slag te gaan met de e-learning, de teamtraining en de hulpmiddelen die we in dit project ontwikkeld hebben. Ga het gewoon uitproberen in de spreekkamer en maak het verschil voor jouw patiënten. We wensen je heel veel succes.